De SAD wordt sterker, stelt de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname VES in gesprek met de nieuwsdienst. De valutakoersen van de euro en de US-dollar vertonen de afgelopen dagen een snel dalende trend en dat roept volgens de econoom veel vragen op. Het zal deze week blijken als de moederbank deze trend opvolgt. Uiteraard een beetje apart, want eigenlijk zou iedereen blij moeten zijn als de SRW sterker wordt. Want als de SRW zwakker wordt, dan gaat je koopkracht omlaag. Dus als hij sterker wordt, zou je koopkracht omhoog moeten gaan. Maar begrijpelijk, iedereen wil wel een argumentatie hebben voor het begrip van waarom en hoe ver en nog meer. We zien al vast dat de koers bij de cambio's, want het verschilt ook nog, aan het zakken is in een ontzettend korte tijd, eigenlijk in 2 weken tijd met een behoorlijk sprong naar beneden is gegaan. Maar dat wordt niet gevolgd door de banken. Eigenlijk vandaag zullen we zien, want dat heb ik wel een beetje kunnen proeven, van gemiddeldes worden bepaald, waarbij cambio's ook wel een weergave hebben in die gemiddelde die de centrale bank later vandaag zal laten zien. De econoom geeft verder aan dat de koers bij de bank wel langzaam naar beneden gaat. Aan koersontwikkelingen die in een periode van 2 weken plaatsvinden, kan nog geen economische achtergrond worden gekoppeld. Wat we wel hebben gezien is dat een week geleden de president bepaalde uitspraken had gedaan dat de koers naar neerwaarts zou gaan. En het lijkt alsof bepaalde cambio de president napraten, dus de president ondersteunen daarin. Feit is wel van wat de beweging ook is. Het moet structureel positief zijn. We hebben erg lang geleden, in de jaren 90, toen kregen we geen beweging en direct daarna ging de koers onprettig omhoog. Dus ik hoop dat degenen die de koersen bepalen bij de cambio's wel dat zorgvuldig doen, want we willen zeker niet hebben dat, dat die omgekeerde beweging gebeurt. Maar sowieso, iedereen. Voor de Surinamer is het positief als de SRW sterker wordt. Nu moet die vertaalslag komen dat prijzen gaan zakken, dat we inderdaad meer geld overhouden. De VES-voorzitter geeft ook aan dat het nu de bedoeling is dat het armoedevraagstuk op structurele wijze wordt aangepakt. De koersdaling kan ook te maken hebben met de positieve berichtgevingen van het IMF. In een bekendmaking laat de centrale bank optekenen niet meer de wisselkoersen vast te stellen, maar dat deze worden bepaald door vraag en aanbod. Het vaststellen behoort sinds 2021 niet meer tot de taken en bevoegdheden van de moederbank.